Goedenavond in Christus beminden. Laten wij vandaag op het feest van de Allerheiligste Drievuldigheid verder gaan met onze prekencyclus over de Romeinse ritus. Laat ons een blik werpen op de kanongebeden die onmiddellijk na de consecratie volgen. Starten wij met een gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad. Amen. Heilige Paus, wie is de Vijfde, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. In Christus beminden. Het eerste kanongebed na de consecratie is het Unde et Memoris. Het is een soort anamnese. Dat betekent een soort van aanbieding, een soort van presentatie van het misoffer aan de Allerhoogste God. Het woordje Unde, derhalve, staat in betrekking met de laatste zin van de consecratie. Zoals wij reeds vaak bemerkt hebben, is de kanon één groot liturgisch gebed. En het Unde verwijst dus naar de zin, zo dikwijls gij dit doet, de transsubstantiatie, doet gij het ter mijn gedachtenis. En gevolggevend aan dit bevel herdenken wij, de geestelijken, nos et servitui, en het heel het gelovige volk, het christenvolk, in dit gebed hun verlosser en hun zaligmaker. Het volk wordt heilig genoemd, omdat het door het heilig doopsel en het heilig vormsel gereinigd is van de zonde en een merkteken in de zielen heeft ontvangen. Het gelovige volk is, of moet zijn, zoals de heilige Petrus schrijft, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een geheiligd volk. Als teken van vereniging met Christus op het kruis strekte de priester in de middeleeuwen zijn armen bij dit gebed wijd uit. De gelovige gemeenschap herdenkt tijdens dit gebed echter niet alleen Christus' lijden, maar eveneens zijn hemelvaart en zijn verrijzenis. Beide gebeurtenissen zijn namelijk een bekroning van het verlossingswerk. Op deze herdenking van de drie mysteries volgt er onmiddellijk het aanbieden van de offergaven aan de goddelijke majesteit. De offergaven van brood en wijn die wij via de natuur eerst in het offertorium uit Gods goedheid ontvangen hebben en hem reeds aangeboden hebben, bieden wij opnieuw aan na de consecratie, omdat zij wezenlijk veranderd zijn, namelijk in het lichaam en het bloed des Heren. Het offer dat wij God aanbieden, noemen wij het reine offer, zoals het door de profeet Malachias voorspeld werd, in tegenstelling tot de offers van het Oude Testament en de offers van de heidenen. De offers van de heidenen gingen namelijk vaak met zonde gepaard en waren niet rein. Bovendien noemen wij het offer dat wij God aanbieden een heilig offer, omdat het in zichzelf heilig is. Het bevat Jezus Christus. En dit offer kan in onze zielen heiligheid bewerken. Het staat tegenover de oud-testamentelijke offers die enkel maar een uiterlijke reinheid, maar geen innerlijke reinheid konden bewerken. En ten derde noemen wij het aangeboden offer aan God een onbevlekt offer, zoals het paaslam, zonder vlek, zonder gebrek. De laatste zinnen van het gebed zijn een aanspeling op de heilige communie reeds. Zoals de priesters van het oude verbond na de ceremonie van de tempel
het offervlees dat niet verbrand was, opaten, zo moeten ook wij Christus offervlees en offerbloed tot ons nemen, nuttigen om het eeuwig leven te verwerven. Het volgende gebed is het Supra Quae. Neemt u gerust uw missaal ter hand, zodat u kunt volgen. In het gebed Supra Quae bidden wij God het offer aan te nemen dat we hem in het Unde et Memoris aangeboden hebben. Wij gaan dus een stap verder. We kunnen ons misschien de vraag stellen of God niet vanzelfsprekend tevreden is met de heilige mis. Het is toch het offer van zijn zoon. Hoe zou het hem kunnen misvallig zijn? De heilige mis, mijn dierbaren, kan echter meer of minder welgevallig zijn betreffende ons aandeel erin. Namelijk, nagelang onze zedelijke toestand waarmee wij de heilige mis opdragen of bijwonen. De offergave van de heilige mis, het kostbaar lichaam en bloed des Heren, is altijd onschatbaar waardevol. Maar ook de intentie en de innerlijke gesteltenis van ons, de bijwonende gelovigen of de offerende priester, telt mee. En daarom worden ons drie offers uit het Oude Testament voorgesteld waarbij de innerlijke gesteltenis voorbeeldig was en die wij dus moeten navolgen. Deze drie offers zijn verafbeeldingen van het kruis en het misoffer. Het eerste offer dat ons ter ogen wordt gebracht is het offer van Abel. Abel bracht en bood de eerstelingen van zijn kudde aan. Christus bracht zichzelf als het ware lam Gods ten offer, als eersteling onder ons, zijn broeders. Het tweede offer dat ons wordt gepresenteerd is het offer van Abraham. Abraham wordt onze patriarch genoemd omdat hij omwille van het geloof onze stamvader in het geloof is. Abraham ontving namelijk zijn zoon Isaac toen God het bevel gaf deze te offeren. En Abraham volgde het bevel van God, gelovende dat de belofte van God uit hem een talrijk volk te maken toch zou geschieden. Christus moest volgens Gods wil de offerdood sterven, doch bij zijn verrijzenis nam hij opnieuw het leven aan en werd de vader van ons allen in de genade. Het derde offer dat ons de juiste gesteltenis bijbrengt, is het offer van Melchizedek. Melchizedek is de treffendste verafbeelding van de verlosser als hoge priester. Melchizedek offerde namelijk brood en wijn, een verafbeelding van het heilig misoffer. De laatste woorden van het gebed dat wij bespreken is een heilig en een vlekkeloos offer dat wij God aanbieden. En deze woorden hebben wij aan paus Leo de Grote te danken. Deze heilige paus moest in de 5e eeuw strijden tegen de ketterij van de Manicheën, die de wijn in de heilige mis als iets onreins bestempelden. Ze wilden daarom de consecratie en de communie van het kostbaar bloed afschaffen, tegen de wil van de Heer in. Paus Leo wilde tegen hen beklemtonen dat daarentegen beide offergestalten heilig en zonder smet zijn, omdat zij door onze lieve Heer zijn gebruikt en in de heilige mis geen brood en wijn meer zijn, maar het lichaam en het bloed des Heren. Het volgende gebed in de ritus is het Supplices Terogamus. Dit gebed bestaat uit twee delen. In het eerste deel smeken wij in alle ootmoed dat de offergave van het heilig misoffer bij de goddelijke troon mag worden gebracht. We hebben het aangeboden, opgestuurd en nu vragen wij voor een goede ontvangst.
De priester buigt bij dit gebed en legt als teken van dringelijkheid de gevouwen handen op het altaar. In de middeleeuwen gebruikte men dit ook als de gebogen armen en gekruist voor de borst. Dit brengen van het heilig misoffer naar de goddelijke troon moet volgens het gebed gebeuren door een engel. De engelen zijn namelijk bemiddelaars tussen God en de mensen. Zij zullen dus onze rechtschapene smeekbedes met hun gebed versterken en bij God in onze naam voorspreken als Gods vrienden. Over wie deze engel precies is, waarover het gebed spreekt, is al veel gediscuteerd. Sommigen erkennen in deze engel Christus, anderen een gewone engel. Eigenlijk kan men voor beide kiezen, daar Christus in de Heilige Schrift door de profeet Isaias en Malachias als engel wordt bestemd. Engel betekent namelijk gestuurd door God, bode Gods. Welnu, voornamelijk Christus is door God gezonden in deze wereld om ons het licht van het evangelie en de verlossing te bewerken. Anderen menen, zoals reeds vermeld, dat wij het echt met een geschapen engel te doen hebben. In het boek De Geheime Openbaring van de heilige Johannes, het laatste boek in de Heilige Schrift, lezen wij daadwerkelijk dat een engel, de heilige Michael, met een wierookvat het gouden altaar van de hemel nadert. De wierook, zegt de heilige Johannes in dit boek, staat symbool voor alle gebeden en alle offers van de gelovigen op aarde, dus ook het heilig misoffer. In het tweede deel van dit gebed, Supplices Derogamus, vragen wij God niet meer om één bepaalde genade of gave, maar wel om vervuld te worden met alle hemelse gaven, zegen en genade. En dit zal gebeuren, mijn dierbaren, door de deelname aan het altaaroffer. En daarom kust de priester het altaar als teken van vereniging en ook zelfopoffering aan Christus. U hebt zeker ook reeds gemerkt, bij het bezoek van de heilige mis, dat de priester bij dit gebed een kruisteken maakt boven het geconsacreerde lichaam en nog eens een kruisteken boven de geconsacreerde wijn, het kostbaar bloed, en vervolgens nog eens een kruisteken maakt over zichzelf. Deze kruistekens dienen daartoe als uitdrukking van identiteit tussen offergave en offerpriester, namelijk Jezus Christus in de hostie en Jezus Christus in de persoon van de menselijke priester. Het volgende gebed is het memento van de doden. Daar de doden niet meer de vruchten van de heilige communie kunnen ontvangen, maar wel moeten delen hebben aan de vruchten van de heilige mis, ter bevrijding uit het vagevuur, heeft de kerk dit gebed in de kanon toegevoegd. Volgens de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, is het gebed ingevoegd op bevel van de apostelen zelf. Wij moeten het dus in ere houden. De heilige Bernardus zag op zijn beurt eens hoe een overleden persoon, voor wie de heilige mis werd opgedragen, met de ziel door de engelen ten hemel werd opgevoerd na dit gebed. Bij het vernoemen van de naam van de overledene dient de priester een blik te werpen op de heilige hostie. Wij dienen vooral voor de overledenen te bidden, die gestorven zijn in het teken van het geloof. Dat betekent voor hen die het doopkarakter bezaten op aarde en nog steeds bezitten, overigens in de hemel. Openlijk, publiekelijk, mag de kerk enkel maar bidden voor degenen die in vrede met haar gestorven zijn. De in Christus gestorvenen, zo staat het in het gebed van de kanon.
De priester en de kerk bidt voor de zielen die in het vagevuur nog steeds van de hemelse zaligheid uitgesloten zijn, opdat ze snel de plaats van verkwikking, van licht en van vrede zouden bereiken. Interessant is, mijn dierbaren, misschien hebt u het reeds opgemerkt, maar dat bij de sluiting van dit gebed de woorden per Domino Nostrum Jesum Christum niet gebruikt worden, maar wel het kortere per Christum Domino Nostrum. Wakkere gelovigen hebben ook opgemerkt dat de priester bij deze woorden een hoofdbuiging maakt. Dit is ongewoon, daar normaal gezien deze hoofdbuiging enkel plaatsvindt bij de vernoeming van de naam Jezus. En interessanterwijze wordt de naam Jezus bij het gebed voor de gestorvenen niet genoemd. Het gebed sluit met de woorden per Christum Dominum Nostrum. Waarom verricht de priester dan een hoofdbuiging hier? Wel, stervend op het kruis boog onze heiland zijn hoofd en is neergedaald in de diepten van het dodenrijk om de overledenen te troosten en hen uiteindelijk uit hun gevangenschap te bevrijden. Om aan dit geheim van de dood van onze lieve Heer en de nederdaling in het voorgeboorte te herinneren, maakt de priester uit eerbied een hoofdbuiging. Dus niet voor de afwezige naam Jezus, maar de verering van het mysterie dat herdacht wordt. Werpen wij nu nog een blik op het gebed Nobis Quoque Peccatoribus. Nadat de priester voor de strijdende kerk gebeden heeft en ook voor de lijdende kerk in het vagevuur, bidt hij nu om de genade van de eindvolharding. Wij zondaars zijn deze gave niet waardig in de hemel te komen en daarom slaan wij ons op de borst. Allegorisch doet dit luid denken, dit slaan op de borst, ons herinneren aan de 100 man of aan het trouwmoedige volk onder het kruishout van Calvaryberg na de dood van onze heiland. Parallel met het memento van de levenden voor de consecratie worden ook in het memento van de doden heiligen opgenoemd, meer bepaald in het Nobis Quoque Peccatoribus. Deze heiligen zijn 15 in aantal. Voor eerst wordt de heilige Johannes de Doper genoemd. Deze heilige wordt gevolgd door 7 mannen en 7 vrouwen. Deze 7 mannen schijnen opgelijst te staan naar het ogenblik van hun martyrologium, van hun sterven op aarde. Als allereerste wordt de proto-martelaar de heilige Stephanus genoemd. Deze man was vol van geloof, vol van heilige geest. Ook de heilige Matthias wordt hier genoemd om het 12-tal van de apostelen in het eerste memento te waarborgen. Matthias werd in de plaats van de apostel Judas Iscariot door de heilige geest aangewezen. Keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn, bracht de relieken van deze apostel naar de Duitse stad Trier. De schedel echter van Matthias wordt vereerd in de Romeinse basiliek Maria Maggiore. De 3e heilige van deze lijst is de heilige Barnabas. Deze man krijgt in het brevier en ook in de heilige mis de titel van apostel toegedeeld. Hij ondernam aanvankelijk met de heilige Paulus meerdere missiereizen, aleer hij bisschop van het eiland Cyprus werd. Ignatius was een bisschop van Antiochië en hij stierf in het jaar 107 onder keizer Trajanus. Hij werd in het Colosseum te Rome voor de wilde dieren geworpen. Wij kunnen nog steeds zijn mooie brieven lezen die hij in gevangenschap op reis naar Rome schreef. Alexander was de 5e navolger
van de heilige Petrus als paus en is in het jaar 117 onthoofd. Marcellinus was een priester en Petrus was een exorcist van de kerk van Rome. Beiden zijn in het jaar 304 onthoofd. De lijst van de zeven vrouwen wordt aangevoerd door twee martelaressen uit Noord-Afrika, de heiligen Felicitas en Perpetua. Felicitas was de slavin van Perpetua en zij was bovendien zwanger. Beiden werden gedoopt in de gevangenis. Perpetua schreef zelf nog een relaas over de christenvervolging van haar tijd. Een heel interessant geschrift. Toen Felicitas in de gevangenis moest baren, lachten de wachters over haar smart en ze spraken: "Als gij nu reeds zo schreeuwt, hoe zal het dan zijn als wij u kwellen?" Zij antwoordde: "Nu lijd ik zelf uit de natuur, omwille van mijn zwangerschap, maar dan zal ik lijden met de Heilige Geest." Beide vrouwen en dierbaren werden voor de wilde koeien geworpen en daarna onthoofd. Agatha en Lucia komen beide uit Sicilië. Agatha werd levend verbrand. Lucia's hals werd met een zwaard doorstoken. Agnes en Cecilia komen uit Rome. Beide vrouwen wilden hun kuisheid bewaren en werden daarvoor om het leven gebracht. Interessant is dat op het feest van de heilige Agnes de paus twee lammetjes wijdt uit wiens wol de pallia voor de aartsbisschoppen zal vervaardigd worden. Cecilia moest worden onthoofd, maar omdat de beul na drie zwaardslagen er niet in slaagde het hoofd af te slaan, werd Cecilia wettelijk gezien vrijgelaten. Natuurlijk stierf zij enkele dagen later. In het jaar 1599 werd haar lichaam opmerkelijkerwijze, wonderbaarlijk, nog onvergaan in de catacomben teruggevonden. Anastasia stierf in het jaar 304 in het huidige Belgrado. Zij wordt overigens tijdens de dageraadsmis van Kerstmis gecommemoreerd. Ten slotte vraagt de priester bij dit gebed dat God ons onder het getal van deze heiligen, van deze uitverkorenen, mag rekenen. Ook wij willen gered worden. Natuurlijk geven onze verdiensten geen recht op de hemel. Indien wij er toegelaten worden, is het een blijk van Gods goedheid, barmhartigheid en genade, wat dit gebed ook uitdrukt. Mijn dierbaren, tenslotte, vragen wij aan onze lieve vrouw tijdens deze maand juni dat wij een grote devotie mogen bezitten tot de heilige mis, tot het heilig hart, want beide zijn hetzelfde. En mogen wij dus steeds dieper in dit geheim indringen, omdat wij een grotere vrucht ervan zouden mogen ontvangen, maar ook dagelijkse kracht zouden kunnen putten om altijd meer en meer onze beproevingen te overwinnen en te groeien in heiligheid. En vragen wij daartoe in een gebed aan onze lieve vrouw, daartoe alle nodige genaden. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Met dierbaren, dan wens ik u nog een zalige hoogdag van Drievuldigheid Zondag en mogen de Allerheiligste der Eenheid werkelijk in uw zielen wonen en werken. Ik wens u Gods rijkste zegen toe en tot
de volgende conferentie. Tot ziens.